Wordt er nog onderbroken. Kerkes met de paas op Carlson. Mogelijkheid voor AZ. Kerkes en de goal. Het is 2-1 voor AZ. Kan hij het ook vanaf de strafschopstip als de druk erop staat. Meerdink. Ja! Halve finale. 10 penalties. 10 penalties binnen. En die is gestopt. Die is gestopt. Gaat het dan gebeuren? Alexander Penetra. Hoe rustig is hij? Hoe bekwaam schiet hij? Heel bekwaam. AZ gaat door. Mensen door het midden. Komt per toeval uit bij Mijnans. Richting Carlson. Die moet spectaculair. En die gaat spectaculair. En dan is het 2-0. Ja, zitten we dan, hè? Weer een jaar verder. Het kan snel gaan, hè? Zeker. Ja. Hoe waren de feestdagen? Nou, net als ieder jaar. Veel eten. Lekker bij elkaar zijn. Quality time met het gezin, hè? Doe je ook gourmetten? Helemaal de tafel vol met gourmetten? Of dat niet? Of ga je uit eten? Nee, dat ja, ik niet. Weet het niet. Zou toch kunnen? Ja, kan. Nee. Jij wel, Robert, gourmetten? Of helemaal niet van? Nee. Kan ik ook, ik. Jij kookt gewoon. Nee, ik kan niet koken. Oh, je kan niet koken, nee. Dus je laat koken. Maar wel goede dagen gehad? Redelijk. Ja. Trainingskamp geweest vorige week, hoe was dat? Ja, was goed. Het was een vrij korte break. Ik denk wel dat die even belangrijk was. Als je kijkt naar het einde van onze eerste helft van het seizoen. Maar daar kon je wel zien dat iedereen weer met frisse moed aan de start stond. Goede week gehad. Ja, faciliteiten waren top. Het weer waar je natuurlijk op hoopt als je naar Spanje gaat, dat was ook aanwezig. Dus alles bij elkaar, denk ik, met de afsluiter tegen Dortmund. Een goede wedstrijd waar we denk ik wel met een goed gevoel op terug kunnen kijken. Ja. We gaan er zo natuurlijk nog verder over praten met de anderen hier in de tweede helft. Okay. 2023, als je dan dat jaar denkt, wat komt er allemaal bovendrijven? Waar denk je dan aan? Ja, ik denk natuurlijk voornamelijk aan sportieve. En ik heb het denk ik net ook al wel gezien bij de inleiding, het inleidende filmpje. Dan zijn er wel twee dingen die er wat mij betreft uitspringen. En dat is natuurlijk één de Europese campagne die we hebben gedraaid afgelopen jaar. En dat was natuurlijk wel bijzonder, hè? Dat je op een Europees podium bij de laatste vier eindigt. En, voor de derde keer in de geschiedenis. Ja, voor de derde keer in de geschiedenis. Dus het is ook niet zo heel vaak gebeurd nog. Waar je denk ik ook nog heel dichtbij bent geweest om de finale te halen. Dus dat was denk ik een hele mooie prestatie. Hoe heb je dat persoonlijk allemaal meegemaakt? Hoe heb je er naartoe gekeken? Hoe heb je dat meegeleefd allemaal? Ik heb zelf op de tribune gezeten. Ja. Maar dat was natuurlijk, het was een, wat ik zeg, een mooie campagne. We hebben 18 wedstrijden uiteindelijk gespeeld in Europa. Met de kwalificatierondes erbij. De groepsfase en uiteindelijk de knock-out fase. Ja, als je weet dat je aan de voorkant 19 wedstrijden moet spelen om die finale te spelen, dan is dat natuurlijk zuur. Maar ja, overal blijft natuurlijk wel het gevoel hangen dat je wel iets bijzonders hebt neergezet met elkaar. Ja. Die andere prestatie hebben we net ook voorbij zien komen. We hebben de mooie beker zien staan. Is natuurlijk de winst in de Youth League. Als je als enige, in ieder geval tot nu toe enige Nederlandse ploeg en eerste ploeg dat voor elkaar krijgt, dan is dat natuurlijk wel een hele knappe prestatie. Ja, dat was een heel mooi toernooi. Laten we even kijken naar de hoogtepunten van dat toernooi, de Youth League.
doet het met je als je dat zo ziet weer, die beelden? Ja, dat zijn prachtige beelden. En heel bijzonder, wat ik net al zei, als je ziet welke tegenstanders er ook verslagen zijn. En op een manier dat het ook niet kantje boord was. Behalve dan de halve finale, die was denk ik het meest pittige. Overigens zit een van onze tegenstanders van de halve finale zit nu bij de A-selectie met Gonzalo. Ja. Dus die kijkt hier met minder plezier naar, denk ik. Maar dit was een prachtige prestatie. Eintracht Frankfurt, Real Madrid, Barcelona, grote namen in het voetbal. En uiteindelijk in de finale 5-0 van Hajduk Split wint. Ja, dat is gewoon een hele mooie prestatie geweest. Nou. Wat was voor jou het moment, Robert, dat je dacht, nou, dit zouden we wel eens kunnen gaan winnen, dit toernooi? Ik denk ook wel de aanloop ernaartoe. Kijk, er zijn een aantal clubs, zaten er al bij, die ook bekend staan om het opleiden van jonge talenten. En dat al jaar in jaar uit op een extreem hoog niveau doen. En op het moment dat je die niet alleen verslaat, maar met grote cijfers, dan krijg je op een gegeven moment wel het gevoel dat het kan om dat hele toernooi te winnen. Maar je moet het wel doen. En het is knap dat het gelukt is. Ja, nou, uiteindelijk een hele mooie huldiging ook gehad. Onder meer dankzij de gemeente Alkmaar natuurlijk. Daar zijn ze heel dankbaar voor. Dan kom je in de finale van de Intercontinental Cup. Die zat er ook nog aan vast in Buenos Aires. Hoe hebben jullie dat meegemaakt? Ik was er niet bij. Jij was er wel bij. Die kan er misschien nog iets meer over vertellen. Ik denk dat het misschien wel goed ook om dat Robert te vragen. Ik heb hem op televisie gezien. Ja, ik vond het heel bijzonder. Al sowieso dat we die wedstrijd mochten spelen natuurlijk met AZ. Tegen ook een grote club in het Zuid-Amerikaanse voetbal. In een stadion die bekend staat om zijn entourage. En daar was niks van geloven. Nee. Ik vond het geweldig om te zien. En uiteindelijk verlies je met penalties. Soms zit je wel eens aan de goede kant en dit keer dan helaas aan de verkeerde kant. Maar ik denk voor die jongens die eraan mee hebben gedaan, dat het een ervaring is die ze altijd met zich mee zullen dragen. En kijk, uiteindelijk, ook als je talentvol bent of ergens goed in bent, dan moet je het ook in nieuwe omgevingen kunnen doen. Ja, in deze omgeving spelen, nou, er zijn niet zo gek veel stadions waar je hetzelfde mee zal maken. Dus het is mooi om te zien wie zich daar dan staande houdt. En het kan haast niet anders dat ze dat ook in de toekomst dan zullen doen in stadions die hierop lijken. Ja, we zitten en goed vlees, Argentinië. Ja, goed vlees, ja. Goede steaks. Hè? Ja. Ja. Daar kunnen ze wel wat van, hè? Naast voetballen. Ja. We zitten voor de derde jaar op rij weer. Zijn weer overwinterd in de Youth League. Je speelt in februari tegen Atletico Madrid. Wat verwacht je van dat duel om gelijk al even deze vooruitblik te pakken van dit toernooi? Nou ja, ik zou bijna zeggen, we zijn misschien wel de favoriet. Als je al de ploegen en de namen die we net voorbij hebben zien komen, ook kan verslaan op een manier dat het vrij overtuigend is. Denk ik wel, met een nieuwe lichting, dat het ook zomaar weer kan. Want ook die hebben al laten zien in de vorige wedstrijden dat die ook weer heel erg talentvol is. En ook weer heel interessante spelers in zitten voor ons, voor de toekomst. Dus ik kijk daar met veel vertrouwen naar uit. Overigens is deze lichting is ook kampioen geworden in de eerste helft van de onder-18 competitie dit jaar. Dus dat geeft waarschijnlijk ook alweer, dat zorgt er ook weer voor dat we waarschijnlijk volgend jaar deel gaan nemen aan die Youth League voor de vierde keer achter elkaar. Dus ja, goede lichting. Ik denk wel ook weer een pittig tegenstander. Maar nogmaals vol vertrouwen. Ja, we hebben dus in 8 februari geloof ik om 4 uur wordt afgetrapt op de dag 7. Woensdag, die is het geloof ik, is dat 7 of 8? Nou, we gaan het checken. Daar komen we zo bij je op terug. Maar dat zou 7 wel eens heel goed kunnen zijn, inderdaad. Wat dat betreft, heel mooi jaar voor de jeugd. We zijn natuurlijk verder gegroeid, Robert. Ook op maatschappelijk vlak hebben we veel gedaan. Kan je daar iets over vertellen? Wat de Alkmaar Zaanstreek Foundation allemaal heeft bevorderd vorig jaar? Kijk, ik denk dat we sowieso als club inmiddels op een niveau zijn dat we ook een grotere rol willen spelen in de community, zoals ze dat met een deftig woord zeggen. Nou, er gebeurde al best wel veel, alleen we hebben dat eigenlijk bij elkaar gebracht. Sowieso ook in die Alkmaar Zaanstreek Foundation. We hebben ook iemand aangesteld om daar manager over te zijn, het CSR-gedeelte. Zodat we het ook wel bundelen en dat er ook wel een soort van lijn in zit. En dat we ook weten waar de behoeften aan zijn in deze omgeving. Want je kan landelijk kan je met dingen aan de gang gaan die belangrijk zijn. Maar een omgeving heeft vaak ook zijn eigen problemen. En daar proberen we bij aan te sluiten. Dat doen we op verschillende manieren.
En dat is mooi om te zien, want ja, degene die daarmee bezig is, je kan eigenlijk nu al zien dat er focus is en dat er een lijn in zit. En dat is alleen maar denk ik goed, want ja, we zitten hier in een stadion, om de twee weken komen er 20.000 mensen hier bij elkaar. En dat geeft denk ik al aan dat, ja, dat je als voetbalclub vaak meer bent dan alleen zaterdagavond en zondagmiddag. En dat proberen wij op verschillende manieren tot uiting te laten komen. Ja, dat mondt uiteindelijk uit in een aantal projecten. En dit zijn de mooiste momenten van 2023. Voor deze 16 jongeren met een beperking komt vandaag een droom uit. Zij worden in de rust als echte profs onthaald hier in het AFAS-stadion. In 2006 is de blindentribune bij AZ een platform waardoor mensen het stadion kunnen bezoeken en ondanks hun visuele handicap genieten kunnen van wat er gebeurt in het AFAS-stadion. AZ, AZ, AZ! Hoi jongens, hoi! Ja. Je ziet mensen weer lachen, ja, echt blijdschap. Ja, dat maakt het tot iets heel moois eigenlijk. Play voor Succes helpt kinderen die net een steuntje extra in de rug kunnen gebruiken aan meer zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld. Die kinderen vinden dit zo leuk, die hechten hier zoveel waarde aan. Ja, het betekent voor mij heel veel, ondanks dat ik ontzettend zijn wat heb. Wat een dag om nooit te vergeten. Je bent bij veel van die projecten natuurlijk zelf bij geweest. Wat was een van de bijzonderste dingen die je hebt meegemaakt? Nou, kijk, het G-team wat je net zag, die hebben ook een dag gehad dat sowieso met professionals die ook wel begrijpen hoe je op een goede manier daarmee om kan gaan. Maar dat was een soort van weekend, dus die zijn hier bij elkaar gekomen, die hebben contract getekend. Zijn met een bus naar het hotel gegaan met ouders, hebben daar overnacht om vervolgens een dag later naar de wedstrijd te gaan. En er waren meerdere van ons aanwezig die dag dat ze die contracten tekenen. En ik moet zeggen dat ik daar wel heel erg van genoten heb, oprecht. En dat je ziet wat je impact kan hebben op mensen. En dat geldt ook natuurlijk voor kinderen die misschien wat minder vertrouwen hebben waar we dingen voor doen. Of die mevrouw. Ja, die met eenzaamheid te maken heeft en met Kees Kist de hele dag op is getrokken. Nou, dan heb je sowieso natuurlijk een werelddag. Ik weet alleen niet of je zelf ook wat kan zeggen af en toe. Maar, dat is hartstikke mooi om te zien. En voor ons als club ja, ook mooi om te kunnen doen. En die projecten die zullen alleen maar verder uit gaan bouwen. Want ik zeg al, het is belangrijk als voetbalclub. Natuurlijk de resultaten op het veld en alles wat er op voetbalgebied gebeurt. Maar daarnaast is het ook vragen heel simpel op andere vlakken ook je steentje bij te dragen. En dat hebben we op meerdere manieren hebben dat gedaan dit jaar. Dat zullen we zeker door blijven zitten. Ja, zijn er wel dingen waar je wat over kan zeggen die gaan gebeuren het komende jaar op dit gebied? Het heeft allemaal met inclusiviteit te maken. Het heeft met participatie te maken, verbinding. Dat zijn eigenlijk de drie thema's waar we het over hebben. Dus of het nou Playing for Success is, of we hebben de Waar natuurlijk, of de Wonderboys. Dat zijn de jongens die zorgen dat het allemaal hier netjes is. Maar eenzaamheid, er zijn allerlei projecten waar we mee aan de gang gaan. En het G-team natuurlijk, februari spelen ze denk ik thuis. Ja, 18 februari. 18 februari spelen ze op het trainingscomplex tegen twee andere teams. Dus daar proberen we ook bij aanwezig te zijn. Nou, je kan niet zeggen dat één mooier is dan het andere. Nee. Want het is voor die mensen die het aangaat even belangrijk. Ja, en je zei trouwens 7 februari, dat hebben ze gecheckt, dat klopt. Dat moet je ook niet tegenspreken natuurlijk wat dat betreft. Ja, 350 potentiële toeschouwers. Ja, daarom. Dus komt dat zien, hè? Komt dat zien, hè? Dat is een hartstikke mooi potje. De zomer, laten we daar even naar gaan kijken. Want het was een drukke transferzomer. Hoe heb jij die beleefd? Nou, eigenlijk niet anders dan andere jaren. Want volgens mij zitten we hier ieder jaar om te vertellen dat het een drukke transferzomer is geweest. Ja. Dus ook dit jaar zijn er weer best wel een groot aantal spelers vertrokken. Dus dat is eigenlijk, ik zou bijna zeggen, een terugkerend ritueel. De zaak is dat je dat weer gaat opvullen. En dat doe je in eerste instantie natuurlijk grotendeels met spelers die ook doorschuiven vanuit de eigen opleiding. En daarnaast heb je ook spelers nodig vanuit je scouting. Dus dat hebben we dit jaar, of in ieder geval deze zomer, zijn we daar weer flink druk mee geweest. Ik overigens niet alleen, en dat doe ik met heel veel andere mensen, waaronder met een groot scoutingsteam, een datateam wat dat ondersteunt. Dus het was een roerige zomer, kan je zeggen.
Ja. Hoe vind je het als je die jongens ziet? Want het zijn een aantal sterkhouders natuurlijk, die zijn vertrokken. Milos, Tijani, Sam. Het allemaal goed doen in hun competitie. Hè? Bij Bologna, bij AC Milan, Bournemouth, nou, noem maar even op. Hoe is het om ze zo te zien en dat ze het daar zo goed doen? Nou, het mooie is dat bij binnenkomst, dan schets je ook dit beeld. Hè? Dan praat je over, ja, wat kunnen wij als AZ voor een speler betekenen? Hè? Wat kunnen ze hier doen in een aantal jaren om zich dusdanig te ontwikkelen, om ook weer die volgende stap te maken in hun carrière? Ja, dan is het natuurlijk hartstikke mooi dat de vijf spelers waar je het net over hebt, dat die alle vijf na een aantal goede, succesvolle jaren bij AZ, dat ze ook die volgende stap kunnen maken naar nog altijd een grotere competitie dan de Eredivisie. Ik denk dat alle jongens die hier zitten van het eerste elftal ook die ambitie hebben. En die is ook gezond. En we snappen ook dat daarin onze positie er eentje is van waarschijnlijk een tussenstation. Betekent niet dat ze hier ook moeten presteren. En dat hebben deze vijf jongens gedaan. Want anders zijn ze niet opgevallen bij andere grotere clubs in grotere leagues. Dus, en het doet de vraag of het me goed doet. Ja, natuurlijk is het mooi als je Tijani iedere week in de basis ziet staan. Ja. Sam, die het hartstikke goed doet bij Bologna. Milos, die week in week uitspeelt bij Bournemouth in de Premier League. Wat heel knap is. Hij is overigens nog steeds maar 19 jaar. Dat zijn Pantelis die dan op wat latere leeftijd nog een mooie stap maakt. Ook dat kan. Je moet ook een beetje geduld hebben af en toe in je carrière. En dat heeft Tijani gehad, dat heeft Pantelis gehad. Ja, dat zijn natuurlijk voorbeelden waar we ook trots op zijn. Ja, dat zijn jongens die dan zijn weggegaan natuurlijk. Hè. Er zijn mensen die ook wat vragen hebben ingestuurd. En dan komt vaak een vraag terug die we dan zien. Dus ja, maar AZ geeft vervolgens niks uit en haalt vervolgens niks binnen. Nou, dan heb je een lijstje met Alexandre Penetra, Sadiq, Cassius, Müller-Wolfe, Van Bommel nog, Dantas. Dat zijn er wel een aantal, Robert. Hoe kijk jij daar tegenaan, tegen dat soort vragen? Mensen die dan zeggen, ja, AZ geeft vervolgens geen geld uit. Wat vind je daarvan? Het klopt niet. Maar ik snap het wel, omdat in een wereld waar... Kijk, AZ neemt zeg maar verantwoorde risico's. Er zitten hier denk ik ook veel minder mensen uit het bedrijfsleven die gewend zijn om ook ieder jaar te proberen winst te maken. Mm-hmm. Alleen in het voetbal is het zo dat je door onverantwoorde risico's meer op zoek bent naar mensen die verliezen willen dekken. Maar dat is niet de manier zoals AZ te werk gaat. Normaal als je in de voetbalbusiness zit, dan moet je ook investeren. Dan moet je ook durven te investeren. Maar tegelijkertijd heb je natuurlijk ook wel te maken met de continuïteit van een organisatie. En daar kijken we ook naar. Dat moet in balans zijn. Maar ik wil aan zeggen dat Max vaak genoeg komt om iets te doen. Dus dat geldt ieder jaar hetzelfde. En dat zal ook zo blijven. Maar wel binnen de mogelijkheden die wij natuurlijk hebben als AZ zijnde. Maar het is een rare wereld, het voetbal. Dat wel. Ja, want hoe kijk je dan tegenaan? Wij zijn natuurlijk een van de meest gezonde clubs financieel gezien. Er zijn natuurlijk een hoop die dat niet hebben. Wat vind je daarvan? Nou ja, goed, dat moet iedereen natuurlijk voor zich weten. Tegelijkertijd denk ik wel, maar dan praat je over overkoepelende organisaties, dat die ook de verantwoordelijkheid hebben om te zorgen dat de bedrijfstak kan blijven bestaan. En dan heb je het over regelgeving, handhaving daarvan. Ja, dat is een beetje warrig soms, maar nogmaals, we moeten denk ik vooral naar onszelf kijken. En zorgen dat AZ zijn zaakjes goed op orde heeft. En tegelijkertijd er ook wel voor zorgen natuurlijk dat mensen iets te bieden krijgen jaar in jaar uit. En dat gaat best aardig. Ik zit nu hier tien jaar zelf, max nog veel, veel langer. Ik heb heel wat mooie momenten meegemaakt. En ik kijk ook naar uit om dat ook in de toekomst mee te mogen maken. Ja, je noemt even die overkoepelende organisatie. Dat is iets waar AZ ook vorig jaar wel volgens mij wat tegen heeft geuit. Hoe gaat dat op dit moment en hoe kijk je daar tegenaan? Kijk, AZ is ook nog wel een club die wat verder kijkt dan alleen naar zichzelf. En dan klopt het dat wij nog wel eens tegen een overkoepelende organisatie zeggen, weliswaar van tevoren hoor, niet achteraf zeuren, maar van tevoren aangeven dat dingen anders en beter kunnen. Dat zullen we ook blijven doen. En we hebben nu weer een aantal gesprekken gehad met de KNVB. Een van de conclusies daaruit is dat men toch zelf ook wel vindt dat het een beetje ingewikkelde structuur is die ervoor zorgt dat het niet altijd even efficiënt is en daardoor niet altijd de logische besluiten worden genomen. Er zijn partijen die er heel
korte tijd voor nodig hebt om dat door te hebben. En, mm-hmm. en in andere gevallen duurt het wat langer. Doel je dan ook op de zaken die AZ heeft aangekaart richting KNVB over dat seizoen 2019-2020? Of? Ja, maar dat was meer een voorbeeld van een onlogische keuze. En overigens zijn ze er nu ook wel achter dat het een keuze was. In plaats van een soort van verplichting, zoals het toen werd gebracht. Maar het gaat ons juist meer om gewoon breed te kijken en te zorgen dat je een structuur hebt die logisch is. Er zijn natuurlijk niet zoveel gek veel leaks in de wereld die 5-6 entiteiten hebben waar allemaal voorbij moet worden gegaan voordat je een besluit kan nemen. Dan weet je in zijn algemeenheid wel dat je dan waarschijnlijk geen besluit gaat nemen. Ja. En daar proberen we inzichtelijk te maken. En dat gaat langzaam, maar we maken wel stapjes. Wat voor gevolgen heeft dat voor een nabije toekomst? Heb je daar een idee bij wat daar mee gaat gebeuren? Simpeler kan. Ja. Ja. Ja, je moet nu naar een... dat zullen mensen hier niet zoveel interessant vinden, maar je moet langs een algemene ledenvergadering en een AVBV en een CED en een ECV. Hebben ze er nog een bij, een competitiebestuur hebben ze erbij verzonnen. En die moeten allemaal ergens over hetzelfde onderwerp wat over vinden, voordat je zeg maar een stap voorwaarts kan nemen. En als je naar de grote leagues kijkt in de wereld, en er zijn er best wel een aantal van die groter zijn dan de Eredivisie. Ja, die doen het allemaal anders. Ja. Het zou kunnen zijn dat wij de slimste zijn, maar ik denk het niet. Nee, dus dat zou een stuk handiger kunnen en beter kunnen in de toekomst. Ja, een drukje zachtjes uit. Ja. Het komende jaar, 2024, Max, wat gaat er allemaal veranderen? Zijn er dingen die op je lijstje staan die moeten gebeuren? Vooralsnog niet. Eigenlijk niet. Nee. Verbouwing? Ja, oké, als je daarop doelt, zeker ja. Nee, natuurlijk, er zijn altijd zaken waar we naar kijken. En buiten dan alleen naar het voetbal, wat er op het veld gebeurt, zijn we natuurlijk ook altijd druk in de weer met onze accommodatie, met onze faciliteiten. Die op zich denk ik al wel al bovenmodaal zijn, vergeleken met heel veel andere clubs. Maar we zijn ook aan het kijken om, en die plannen liggen er al een tijdje, om een deel aan te bouwen op het ATC, het AFAS trainingscomplex. En ik moet zeggen, de tekeningen zijn nu goedgekeurd. Het vergunningtraject is volgens mij zo goed als afgerond. Dus we hopen wel deze zomer te starten met de bouw. Wordt iemand gebeld? Ja. Is het belangrijk, anders moet je gewoon opnemen hoor. Anders neemt het maar op, nee? Oké. Okay. Ja, misschien helpen met de bouw. Maar als raad van commissaris. Ja, pas leg je ze ineens uit. Ik heb niks gezegd. Ja. Met zo'n contract kwijt heb ik het idee. Maar ik kan er wel iets meer over zeggen. Want die aanbouw, dat is iets wat we nog op dit moment niet hebben. Of in ieder geval een beperkte vorm hebben. Dat wordt met name een wellness gedeelte. En bij wellness moeten we niet denken dat we er de hele dag in de sauna zitten, maar daar zit een revalidatiebad in, koude warmtebaden, die zorgen voor een sneller herstel van na trainingen, eventueel wedstrijden. Het is een 2-verdiepingen gebouw, op de hoogste verdieping komen daar 30 eenpersoonskamers om ook zeg maar, tussen trainingen optimaal te kunnen rusten voor spelers. Dus iedere speler bij het eerste elftal krijgt zijn eigen kamer. Dus dat zat al een tijdje in de planning, maar... Ja. Maar gelukkig zit daar nu schot in en hopen we deze zomer te kunnen starten met de bouw daarvan. Ja, als je het over bouwen hebt, Robert, dan kom je ook uit bij de omloop van het stadion. Ja. Want ik geloof dat er ook wel vragen over binnen zijn gekomen. Dat mensen toch wel zeggen van ja, het schijnt al heel lang eraan te komen, maar er gebeurt niet zoveel. Nee, dat klopt. Daar moet ik die mensen ook wel gelijk in geven. Hoe zit dat precies? Ja. Ja. Nou, hoe het eigenlijk zit is dat er moet natuurlijk een constructie opgebouwd worden. En daar komen krachten op. En hoe simpeler je die verdeelt, hoe aangenamer zeg maar ook het financiële deel is. En laten we zeggen dat de eerste voorbeelden daarvan wat ingewikkelder waren. Ja. Dus we hebben dat nog een keertje laten uitrekenen en met Royal Haskoning, mijn vrienden, want die waren ook bij het dak destijds betrokken. Hele goede mensen. Hebben dat nog een keer laten doen en het was nu allemaal beter, gunstiger. Dus de opdracht is verleend en dus die omloop die gaat er komen.
Dus per dit jaar kunnen de mensen ook wat verwachten? Nou ja, het begint natuurlijk met de keerwanden verhogen, maar de tourniquets moeten naar achteren toe, aankleding, et cetera. Zodat je dadelijk ja, zeg maar een omloop hebt wat onderdeel is van het stadionterrein. En dan hoeven mensen wat minder lang in de rij te staan om wat eten te drinken te halen. En het zal ook prettiger zijn. Dus het komt eraan. Ik denk als we volgend jaar hier zitten, dan kunnen we er wel foto's van laten zien hoe het geweest is. Nou, dan gaan we daar voor. Lang traject. Lang traject, ja. Maar dat tekenen we daar niet voor volgend jaar. We gaan naar de uitreiking voor het doelpunt van het jaar. Want die hebben we ook natuurlijk. Hè, vorig jaar won Yuki Nari Sugawara voor een doelpunt tegen FC Utrecht. We hebben nu opnieuw de 10 mooiste goals van het afgelopen jaar in de Koker gedaan. Daar konden de mensen thuis op stemmen. De 3 mooiste goals, waar het vaakst op gestemd is dus, die hebben we op chronologische volgorde voor je op een rijtje gezet. En daar komen ze. Ja, voor mij de eer om aan jou de bekendmaking te doen. Nou, ik moet zeggen dat alle 3 de doelpunten waren natuurlijk prachtig, mooi. Ook mooi om te zien dat de topscorer van de dames ertussen zit. Flor, volgens mij 7 of 8 doelpunten nu gemaakt. Ik sprak er gisteren even, het hadden er eigenlijk 9 volgens mij moeten zijn. Maar er zijn er 2 afgekeurd, of eentje onterecht. Ja, tegen FC Twente. Ja, eentje onterecht tegen Twente. Dus, maar die was ook erg mooi. Die van Pavli was heel mooi, maar die gaat er waarschijnlijk nog wel een paar maken dit seizoen. Misschien nog wel een paar mooiere, hopelijk. Hij is vooraan gaan zitten. Hè? Misschien al wel verwacht, Kees. Maar jouw naam staat in de envelop. En het heeft een mooie prijs opgeleverd uiteindelijk. Scoren een doelpunt tegen Barcelona. Geweldig afstandsschot. Dat zegt wat over je inzicht. Een van je sterke punten. En ik hoop maar 1 ding, is dat je dit ooit voor ons gaat doen in de grote mannen Champions League. Dat zou heel mooi zijn. Je hebt er al het doelpunt van de maand mee gewonnen volgens mij, met dit doelpunt. Maar nu ook het doelpunt van het jaar. Dus ik denk een terechte winnaar. En een groot applaus voor Kees. Applaus. Dan hebben we hier zo'n soort van... Kees, kom even naar voren. Hoe was het om, wat dacht je op dat moment, gewoon schieten? Ja, dat heb ik denk ik wel vaker gezegd, maar het was gewoon een beetje uit, ik zag de keeper te ver staan en ik dacht ik schiet gewoon. En het zat er mooi in. Ja, hoeveel reacties heb je hiervan niet op gekregen? Ja, best wel veel, ja. Ja, heel veel. Wat heeft het verder met je gedaan, Nibel? Het kreeg veel aandacht, dus dat is altijd wel mooi. En wat het verder met mij heeft gedaan, ja, gewoon heel erg blij dat ik die goal heb gescoord. En dat was het, denk ik. Ja, waar ga je hem zetten? Op mijn kamer, denk ik. Naast je bed? Ja. Elke avond tegenaan kijken? Ja. Ja, gefeliciteerd Kees. Dankjewel. Dankjewel. Ga lekker zitten. Ja, daar zijn we ook mee aan het einde gekomen van het eerste deel, de eerste helft van deze nieuwjaarsreceptie. Dus graag applaus voor Robert en Max. Balletje richting Mijnans. Mijnans van Brederode. En daar is hij nog goed voor Klaasie gevallen. En zo gaat AZ toch nog met een lach de kleedkamers in.
Ajax heeft. Hartman eroverheen. Ja, Max heeft andere plannen. En dit is een geweldige redding van Ryan op de inzet van Timber. En haal ik graag de volgende gast naar voren. Dames en heren, applaus voor Pascal Jansen, Bruno Martensindi en Stephanie van der Gracht. Hoe waren de feestdagen, Stephanie? Lekker. Ja? Ja. Beetje bij kunnen komen? Zeker. Ja, was wel even lekker vrijdagen met het gezin doorgebracht. Ja? Ja. Voor jou, Pascal? Ontspannen. Ja, ook met het gezin. Dus veel op pad geweest, dus was wel even lekker. Ja, snel weer met trainingskamp ook? Zeker, maar ja, dat is wat het is, hè. Ja. Hoe was het vorige week in Marbella? Heel goed, heel goed. Ja, voor het eerst. In ieder geval onder mijn leiding in Marbella. Estepona zaten we. Afgelopen jaren Valencia geweest. Oliva Nova zijn we nog geweest. Ook in de buurt van Valencia. Maar dit was goed. En fantastisch veld. Het zijn altijd vier dingen die heel belangrijk zijn als je op trainingskamp gaat. Hygiëne, het bed, het veld en het eten. En het eten. Ja, dus die waren, alle vier waren die vrij aardig verzorgd. Met name het veld was top. En we zijn de week afgesloten met een prima partij tegen Dortmund. Dus... Mooie week. Ja, mooie week. We gaan er zo nog even door over praten, ja, over dat trainingskamp. Hoe was het voor jou vorige week in Spanje? Leuk. Maar je eerste vraag was over de dagen. Ja, hoe waren jouw dagen? Ik sta je helemaal over. Sorry. Ja, hoe waren jouw feestjes? Mijn dagen waren kort. Kort vakantie gehad en vervolgens moest ik werken aan mijn pezen. Nou, dat ging goed en vervolgens geen vuurwerk afgestoken. Nee, en, ben je niet van het vuurwerk? Nee. Ik kijk liever. Hè? Ja. Geld in de lucht. Woep. En, jij geeft het er niet aan uit. Nee. Kijken is gratis, dus dat is top. Dat is wel waar. En, nou, voor de rest, de trainingskamp geweest en wat de Bas net zei. Ja, die vier essentiële dingen, nou, dat hadden we allemaal goed. Zoals Justin is overgevlogen. Ja, onze chef. Ja, dus dat was ook positief. Dus top. Die heeft goed voor je kunnen koken. Voor ons, zeker. Ja. 2023 is alweer voorbij, het gaat volgens mij hartstikke snel. Als je aan 2023 denkt, Bruno, wat komt er allemaal opzetten bij? Nou, de campagne die we hadden met de Europese halve finale. Ja, de jeugdspelers. En het is mooi om te zien dat ze dan ook gewoon bij ons aanschuiven uiteindelijk. Dus dan zie je ook dichtbij wat voor ervaringen ze dan weer meenemen en die verhalen hoor je. Dus dat is positief. Voor mij persoonlijk was het natuurlijk mijn terugkeer. PEC Zwolle uit. Nou, dat was helemaal fantastisch, want toen voelde ik me weer voetballer. En na lange tijd. En, dit was dat moment, hè? Oh ja, mooie ja, timing. Ja. We hebben die foto bij gepakt. Dus, nee, dat was top. Heel veel reacties gekregen. Een hele emotionele moment voor mij. Maar ook, ik denk, voor heel veel mensen om mij heen. Dus ja, dat was gewoon goed, ja. Hoe heb je dit allemaal beleefd, dit moment? Maar voornamelijk ook die maanden daarvoor, dat je eruit lag? Nou, dit moment was echt puur genieten. Rustig daar naartoe kunnen werken. Ik weet nog dat we op de dag zelf een gesprek hadden bij ons boven. En ja, van oké, okay, ja, wat voel je nou daadwerkelijk, kreeg ik als vraag. Nou, ik vertelde dat ik heel rustig was. Ik genoot van alle kleine dingen. Eigenlijk begon het ook de dag ervoor. Toen ik mijn voetbaltas weer in mocht pakken en richting de bus liep. En gewoon de verhalen weer aan kon horen. Dus... Nee, heel relaxed en goed er naartoe kunnen werken, ja. Je vertelt over dat gesprek, hoe was dat dan voor jou? Want jij zat aan de andere kant van de tafel. Nou, dat was een van de vele gesprekken die we hebben gevoerd. Mooie gesprekken gehad ook in die periode. Dus ik heb het wel vaker gezegd van redelijk dichtbij mogen beleven. En ja, weet je, kijk, ik heb een hele diverse groep. Er zitten heel veel jonge spelers in, maar het zijn allemaal professionals. En wat dat betreft is het bij Bruno niet anders. Nee. Dus het moment dat het hier gebeurde tegen Ajax was natuurlijk heel erg vervelend. En dat moest wel even een plek krijgen allemaal. Want zijn
zijn modus is echt heel bijzonder om van dichtbij mee te mogen maken. Dat zie je ook in de jaren dat hij de ervaring heeft opgebouwd. Maar die knop gaat om bij wedstrijden, dus hij heeft het seizoen daarvoor ook met... zeg ik af en toe wel schekscherend tegen je, dat je met een half been in het veld stond tijdens de play-offs. Weet je wel. Maar toen ging het echt niet meer. Dus toen hebben we in het jaar daarna natuurlijk bijzondere gesprekken gevoerd. Want het hoofd wilde heel graag, maar ja, het lichaam het hart, wilde niet. Lichaam. En het kon ook gewoon niet. Dus emotionele momenten gekend, maar ja, je hebt het net al belicht. Het gaat om dat moment weer. Ja. Kan je me toch eens, nog eens meenemen, de mensen vooral in de zaal, dat jaar? Je ligt er een jaar uit. Wat gaat er dan in je hoofd om dan? Hoe moeilijk was dat jaar, laat ik het zo vragen? Ten eerste moet je natuurlijk een plaats geven. Ja. Ik weet nog dat ik met Engie, onze dokter, naar het ziekenhuis ging. En zij mij toen vertelde van, het is foute boel. Nou, want ik ging eigenlijk vrij relaxed wel ernaartoe. Nou, dat was wel even inslikken. Je ziet natuurlijk, een van mijn doelen die viel weg. Dat was om mee te gaan naar Qatar toe. En dat was ook een moeilijk moment. Nou, bondscoach destijds over en weer gesproken. En ik moest dat allemaal persoonlijk aan plaats geven. Nou, vervolgens kom je na de operatie kom je natuurlijk gewoon in een moeilijke periode. Wat nieuw voor mij was. En daarin heb ik met Frank heel veel gesprekken gehad. En heel veel steun gehad ook. En uiteindelijk niet opgegeven. Nee. Denzel Washington, een van mijn grote idolen, zei wel eens: ease is a bigger threat in progress than hardship. Hardship, nou, dat pas ik heel erg toe. En vandaar dat ik nu dit zo kan vertellen ook. Dat ik in ieder geval nooit heb opgegeven. En nooit gemakzuchtig met elke situatie ook ben, heb toegepast. Dus... Nee, dat zit er bij mij niet in. Nee. Ja, je hebt ook wel eens ernstige blessures gehad. Herken jij dit verhaal wat Bruno vertelt? Zeker, ja. Wat herken je dan vooral? Ja, nooit opgeven. Ja. Ik heb ook voor toernooien zware blessures gehad. Ja, dan werk je ergens naartoe en ja, opgeven is geen optie. Nee, en wat gaat dan allemaal door je hoofd in het moment dat zoiets gebeurt dan? Wel dat toernooi natuurlijk. Ja, dan krijg je uitsluitsel en dan... Ja, dan vecht je eigenlijk tegen de tijd dat het toernooi begint. En ja, dan werk je alleen maar naar het toernooi toe. Ja, ja, en dan moet je vervolgens herstellen. En dan zijn er momenten dat je denkt aan opgeven of zit dat er niet bij je? Nee, dat zeker niet. Nee. Bikkel. Ja. Ja. We gaan zo ook natuurlijk praten over het vrouwenvoetbal. Eerst wil ik nog even naar iets anders, want jij zei ook, je liet ook de Conference League campagne vallen. Is dat iets, de halve finale dan die we bereikten, is dat iets wat bij jou ook boven komt drijven als je aan 2023 denkt, Pascal? Ja, want het is een heel bijzonder moment. Je zou bijna denken, zoals erover wordt gesproken, met alle verwachtingen die er zijn, dat het inmiddels vrij normaal is voor AZ. Maar... het is en blijft een hele bijzondere prestatie. En, ik weet nog heel goed dat de verhalen natuurlijk in het begin met de kwalificatiewedstrijden. Ja, je vliegt naar her en der. Mm-hmm. Tegenstanders die men niet kent en landen die onbekend zijn. Maar vervolgens hebben we ons daar doorheen geslagen en zijn we de poolfase ingegaan. Er werd ook van alles van gevonden. Maar vervolgens zijn we daar ook met 6-15 doorheen gekomen. En, ja, toen ging het toernooi verder en dat zijn allemaal do-or-die wedstrijden. En grote ploegen bespeeld en verslagen. En zeker niet onterecht ook. We zijn een keer vanuit geslagen positie zijn we teruggekomen. Anderlecht uit was geen goede wedstrijd. Anderlecht thuis was natuurlijk een spektakel. En het was al een wonder dat ze het tot de penalty schopten. Maar ook de wedstrijden Lazio, West Ham zijn natuurlijk bijzondere momenten. Ja, en dan is het toch bij ons, hè, als groep zijnde, ook de sportmensen die we zijn, professionals, je bent zo dichtbij. En dan ga je nog wel eens bij jezelf terug van oké, waar hebben we nog iets laten liggen? Ja. Terwijl de prestatie aan zich is vrij uniek natuurlijk. Ja. Kan je er dan toch op een gegeven moment wel iets van trots op zijn dat je het toch zo ver hebt bereikt, ondanks dat je dan had willen spelen, die finale? Ja, maar dat kwam pas later. Want we hebben de vorig seizoen 54 gespeeld. Dus we kregen ook heel weinig tijd om na te genieten. Dus ik heb met mijn jongens het principe dat we 24 uur eigenlijk altijd aanhouden bij succes. Maar ook bij verlies of teleurstelling. En dat was nu niet anders. Alleen deze kwam natuurlijk wel even binnen. Alleen
de realiteit was dat we daarna ook heel snel weer moesten spelen. Want ja. Dat is net niet genoemd. Kijk, we hebben natuurlijk Youth League succes beleefd. We hebben de halve finale bereikt voor de Conference League, wat heel bijzonder was. Maar we hebben ook die hele reeks, hebben we gewoon tot de laatste speelronde, hebben we gespeeld om plek 3 in de Eredivisie. En dat wordt mijn inziens nog wel eens een beetje onderbelicht. We troffen hier PSV thuis. En helaas waren zij de betere die dag. Maar anders was het bijna compleet geweest. Want dat had ook weer een ander ticket opgeleverd voor het eerstvolgende Europese toernooi. Ja, dat was die 2-1 wedstrijd die we net nipt verloren. Ja. Waar hebben we het dan voor jouw gevoel laten liggen dat we net tekort kwamen voor die derde plek? PSV was die wedstrijd wel iets beter dan dat wij waren. Maar dat scheelde niet veel. Het verschil zat hem in één speler. En die speelt nu in Duitsland. Ja, Xavi Simons. Ja, die was die dag was hij uitzonderlijk goed. Exceptioneel talent ook. Maar die heeft ons twee keer vreselijk veel pijn gedaan. En dat was genoeg voor die middag. Ja, we gaan zo verder praten over de eerste helft van dit seizoen, van 2023. Eerst even naar het vrouwenvoetbal, want dat is natuurlijk ook begonnen. Een aantal mooie momenten al en dit is die hoogtepuntenclip. Voorafgaand aan deze speelronde. Utrecht en AZ, respectievelijk de nummers 3 en de nummer laatst. Hier is AZ gelijk weg met Dekker. Dat is een goede voorzet. Het is al de 1-0 voor AZ. Floor Spaan. Maarten Nauwernood geen overwinning. Op tijd ingehouden. Kaptein krijgt de kans. En weer een goede redding van Liefde. Als het een kleine stunt wil uithalen. Nou, noem het maar een grote stunt. Hier tegen Twente. Daar komt misschien de kans voor Van Lunteren. Van Lunteren, die gaat erin. Dan is het dus 2-1. In eigen huis, in de aanval. Het uitverdedigen is niet optimaal. Dan wordt die bal in één keer binnengeschoten. Door Spaan. En de vreugde is groot. Floor Jolijn Spaan. Zo, dat was even een half jaar in de notendop. Maar hoe is dat eerste half jaar, Stephanie? Ja, goed gegaan. We zijn natuurlijk dit jaar begonnen bij AZ. Als je ziet waar we toen stonden en waar we nu staan. Nou, je ziet ook het laatste clipje wonnen we tegen Fortuna, die top 3 is. Ja, we maken gewoon hele grote stappen. Dus, kan je me eens meenemen in dat proces, in die ontwikkeling? Waar zit hier vooral in? Nou, in het trainen. We hebben een hele jonge groep die heel graag wil. Goede trainers erop, goede staf, fitte meiden die heel graag willen. Ambitie hebben, net zoals de club natuurlijk. Dus ik denk allemaal in één dat we daarom grote stappen kunnen maken. Ja, het is jouw eerste jaar als technisch directeur bij de vrouwen, technisch manager. Hoe is dat persoonlijk voor jou geweest? Want je hebt natuurlijk ervoor nog gespeeld, het WK nog gespeeld. Hoe is die overgang in één keer voor je? Ja, anders. anders dan op het veld te staan. Maar net zo leuk. Uitdaging natuurlijk voor mezelf, een hele andere rol. Maar wel eigenlijk in dezelfde ambitie wat ik op het veld heb, heb ik hier ook. Er alles uit willen halen. Dus eigenlijk is dat hetzelfde. Maar ja, niet meer op het veld staan, ja, dat is er natuurlijk ook bij. Ja. Alhoewel ik af en toe wel op het veld sta, afgelopen seizoen. Het kriebelt niet voetballen, nee. Maar in de training. Ja, maar dat kriebelt dus nog wel om toch het veld op te krabbelen. Nou ja, sommige dingen mis ik wel, sommige dingen mis ik niet. Nee, wat mis je niet? Het echt verplichte elke dag trainen. Ja, dus nu kan je aan de zijlijn meekijken. Ja. Waar zit de grootste uitdaging in dit seizoen voor jou? Nou, die stappen die we dit seizoen hebben gemaakt, ook dit jaar maken. En wat kan je dan, wat staat er dan op de planning de komende tijd? Kan je iets over vertellen? Nee, we gaan na 12 jaar onze opwachtingen maken in het AZ-stadion. 23 maart, zaterdag om 5:30. En daar zijn we natuurlijk heel blij en trots op. Ja, tegen FC Twente, de wedstrijd hier in het stadion. Hoe mooi is dat, dat het na een half jaar spelen, dat je ook weer hier terecht kan? Ja, heel mooi natuurlijk. Dit zijn de wedstrijden waar je het voor doet in een hopelijk vol stadion te spelen.
En het is mooi dat het na 12 jaar weer hier kan. Ja, je zit opnieuw bij 350 mensen, dus hè, 23 maart hou vrij in die agenda. Ja, want, agenda dan, moet je hier, dan moeten we hier aanwezig zijn. 23? 23 maart. Nou, ja. Dat is mijn dochterjaren, dat is vrij. Ja, half vijf. Half vijf, dat is dezelfde dagjaren. Precies, dan kan je tot 4 uur op. Ja. Ja, echt hier het feestje inderdaad. Dan neem je dat toch mee? Dat is wel een leuk verjaardagsfeestje, dan neem je er mee. Ja, kijken wat, of het daar ligt. Ja. Of wil ze iets anders doen? Dat weet ik niet. Nee. Verandert hè, op die leeftijd, 11. Ja, ja. Dus dat moet thuis even overlegd worden. Maar anders dan... Even overleggen. Ja, ja. Je ziet ze ook vaak, de dames natuurlijk op het trainingscomplex. Zeker. Is natuurlijk een verandering. Hoe is het om ze te zien, aan het werk te zien? Nou, toen wij kwamen vanmiddag uit de hal vandaan, na de training... Het veld was bevroren, maar toen stonden er nog twee dames stonden op het kunstgras te trainen en daar stond er een in een korte broek. Die was in een korte broek aan het trainen, dat vond ik wel heel bijzonder. Het is min 4. Ja, ja. Dus, maar goed, die meiden die trainen hard, als ik dus ook s'avonds weg van de club, dan zie ik ze ook nog wel eens bezig, maar ze trainen hard en het is leuk om Stephanie te zien in het gebouw uiteraard, want wat je zegt, het is een hele andere rol dan dat ze niet al te lang geleden nog bekleden. En ik sprak onlangs bij het G-toernooi Andries Jonker nog even. Dus die baalt er nog tot op de dag van vandaag van dat je er niet meer bent. Nee. Dus we zijn blij dat we Stephanie binnen hebben en ook die meiden. Want het geeft de club iets meer kleur natuurlijk. Ja, stalen Steven, zegt Andries Jonker dan, hè, toch? Ze zijn bijna toch voor jou? Ze zeggen het ja. Ja, klopt wel toch? Of niet? Nou, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant niet. Ik heb best wel veel blessures gehad natuurlijk. Maar in het veld, ja. Pikkelhard toch? Ja. Ja, dus dan klopt het wel. Ja. Dat seizoen is inmiddels al lang en breed natuurlijk gaande. Voor jullie natuurlijk ook, maar voor de heren ook. Hoe kijk je naar het begin, naar de start van dit Eredivisie seizoen, Pascal? Nou, we hadden het net al even kort over Europa natuurlijk vanuit vorig seizoen. Ook dit jaar hebben we weer kwalificatiewedstrijden moeten spelen. En hebben we de poolfase weten te bereiken in Noorwegen. Oude club van Wolfie. Dus de poolfase bereikt. Tegelijkertijd ook de start van de Eredivisie. Nou, met die jongens heel erg ingezet op het feit dat die eerste 8 wedstrijden heel belangrijk zijn voor de continuïteit in de rest van het seizoen. En na 8 wedstrijden hadden we 2 verliespunten in de Eredivisie. Dus ik heb me laten vertellen dat het een van de beste seizoenstarts is geweest in een hele lange tijd. Terwijl wij vorig seizoen ook vrij aardig waren begonnen. Ja, en vervolgens gaat het hele wedstrijd gebeuren, gaat van start, je speelt heel veel. En zoals zo vaak, ook met jonge gasten die heel graag willen en er elke dag alles aan doen, komt er ook soms wel eens wat grilligheid bij kijken. En tref je ook wel eens een tegenstander die gewoon echt beter is. Ja. Nou, daar hebben we er 2 van getroffen in de Eredivisie. En Europa hebben we er ook 1 getroffen die echt beduidend beter was. Maar je ziet wel, het leerproces neemt altijd weer goede vorm aan. Want als je Aston Villa hier thuis neemt en je neemt Aston Villa uit, dat was alweer een heel groot verschil. Dus mijn jongens zijn snelle leerlingen. En zo hoort het ook te zijn. Want Max heeft het daar straks al goed verwoord. Er zijn 5 goede spelers vertrokken, maar er zijn wel degelijk goede spelers voor teruggekomen. Dus als counter op de vraag die jij had gekregen van wat mensen van buiten de club. Er zijn echt goede spelers voor teruggekomen. En wij staan erom bekend dat we spelers goed kunnen ontwikkelen en ze bij ons ook de ruimte krijgen om te ontwikkelen. Maar tegelijkertijd stellen we ook de verwachtingen niet bij. Nee. Dus we willen gewoon weer bij de beste 4 en dit jaar bij de beste 3 zitten. Dat is ook duidelijk. Europees helaas niet overwinterd. Dat is een domper. Maar we gaan samen met elkaar alles op alles zetten om plek 3 te bemachtigen. Aan het einde van de rit en zo ver mogelijk komen in de beker. Dus nog genoeg om voor te spelen, zou ik zeggen. Ja. Jij noemde die reeks van 8 wedstrijden, 22 punten, een hele goede reeks. Wat was voor jou, Bruno, dat het zo goed maakte? Wat is die kracht op het moment in die reeks aan het begin van de competitie? Ja, uiteindelijk komt erop neer dat je de eerste wedstrijd moet winnen natuurlijk in de competitie. En van daaruit probeer je gewoon vertrouwen te winnen om de volgende wedstrijden goed door te komen nadat het gebeurde. En vervolgens zie je een dynamiek ontstaan in de ploeg, wat niet met heel goed voetbal altijd, maar wel dat we gewoon de punten binnen hielden. Nou, dat creëert vertrouwen. Nou, vervolgens kregen we natuurlijk met Aston Villa een moment of
Die uitwedstrijd die we 4-3 verloren. Ja, moesten. Dat was iets totaals nieuws. Ook de timing ervan was nieuw voor ons als groep zijnde. Dat heeft ons wel lang achtervolgd. Vervolgens vonden we met z'n allen wel dat het te lang duurde, zeg maar, om een reactie daarop te geven. Daarvan moeten we weer leren. We hebben weer een nieuwe basis gelegd bij deze trainingskamp. Eind van deze week kunnen we dat weer een nieuwe impuls gaan geven. Ja, er zijn ook wel mensen die dan vragen, nou, de decembermaand was niet helemaal zoals we wilden. Waar lag dat voor jouw gevoel voornamelijk, Campusco? Ja, het is altijd lastig om je vinger precies op de zere plek te leggen. Maar wij verschuilen ons absoluut niet achter bepaalde zaken. Dus het feit dat er sommige jongens niet beschikbaar waren in die periode is te gemakkelijk. Wat ik net al schetste, we hebben een talentvolle, sterke selectie. Maar er waren gewoon wedstrijden bij waarin we gewoon niet ons niveau haalden. Of op vervelende momenten schade opliepen in zo'n wedstrijd en het helaas niet meer konden rechtzetten. Ja. Ik weet nog dat de wedstrijd hier tegen Heracles was een wedstrijd met twee gezichten. En vervolgens uit het niets maken zij nog een doelpunt ook. Daar waar ze eigenlijk met kunst en vliegwerk overeind bleven. Ja. NEC hier met het vervelende voorval met Bas Dorst. Ja, ongelukkige start. Prachtige goal van Dorst om de oren en nog een klutsbal die binnen gaat. En vervolgens was het één richtingsverkeer. Maar we konden dat niet meer rechttrekken. En die laatste 5 minuten hebben we hier later nog uitgespeeld. En toen creëren we nog 3 kansen. Ja, dat zou anders kunnen zijn inderdaad. Ja, ja, maar goed, we hebben ook wedstrijden gespeeld. Uit in de Kuip of hier thuis tegen PSV. En dan moesten we gewoon ons meerdere erkennen in de tegenstander. Maar het is wel zaak dat we daar natuurlijk in de tweede helft van het seizoen een betere prestatie tegenover zetten. Maar dat gaat gepaard met beter voetbal. En dat is altijd het uitgangspunt wat Bruno net ook aanstipte. Want op die manier willen wij succesvol zijn. En op die manier geloven wij dat we de meeste wedstrijden kunnen winnen. Dus daar ligt altijd de uitdaging. Ja, we zijn ondertussen inderdaad op trainingskamp geweest. Je noemde dat even om daar ook aan te werken. Ja. Trainingskamp, een week in Marbella, goed weer, goed veld. En volgens mij zijn dit dan die hoogtepunten. Borussia Dortmund 2-2, Bruno. Ja. Voor je gevoel een goede wedstrijd kunnen spelen met het team? Ja, zeker. Ik denk dat het belangrijkste is dat iedereen gewoon fit uit de trainingskamp komt. Nou, dat is wel gelukt. Dus als je dan nog ook een goede wedstrijd kan spelen tegen een goede tegenstander, Champions League waardig, dan biedt dat weer perspectief om dat door te trekken naar deze week. En einde van de week moeten we er gewoon weer staan. Ja, waar hebben we de accenten vooral op gelegd tijdens die week? Nou, toch onze eigen identiteit weer proberen te herstellen. We hebben net over die eerste 8 wedstrijden in de competitie hebben we het gehad. Het is een constatering dat je dan in die 8 die daarna worden gespeeld, haal je de helft van het aantal punten. Met ook goede wedstrijden, maar ook mindere wedstrijden. En deze week ook echt in teken staan van het herstellen van onze identiteit. En dan met name het spel aan de bal. Want je ziet op het moment dat de weerstand wat hoger werd, dan zie je af en toe wat gedragsverandering. Waar je niet op hoopt, maar wat wel wordt geconstateerd. Dus daar hebben we over gesproken, naar gekeken, benadrukt richting die wedstrijd tegen Dortmund. Nou, en dan met name het eerste uur is daar veel van teruggezien. Tegen een Champions League-waardige tegenstander, zoals Bruno ook terecht zegt. En dat geeft vertrouwen, maar dat geeft geen enkele garantie. Want we moeten
nog harder werken om het in stand te houden, zo niet te verbeteren. Ja, wat zeg je in zo'n week dan vooral om die identiteit weer her te vinden tegen elkaar? Nou, dat zit hem met name een stuk lef en overtuiging en durf hebben en geloof in eigen kunnen. Want wat ik die jongens heb getracht te laten zien is dat dezelfde spelers over het algemeen die wedstrijden hebben gespeeld van die eerste cyclus. Ja, en je ziet wat gedragsveranderingen in het veld in die latere cyclus. En dat is natuurlijk best apart. Maar dat zijn van die ongrijpbare dingen in de sport. En vooral gekeken naar, oké, maar wat hebben we dan gedaan wat zo goed is geweest? En wat zijn de dingen die aandacht verdienen om te voorkomen voor de komende periode? Nou, dat benoemd met elkaar. Dus dat bewustzijn vergroten. En vervolgens proberen toe te passen tijdens wedstrijden en trainingen weer. Ja. Als je over een jaar kijkt, Stephanie, waar zou je dan willen dat de AZ-vrouwen staan? Einde van dit seizoen bedoel je? Nee, gewoon letterlijk over een jaar. Als we de nieuwjaarsreceptie 2025 doen en we blikken terug op dit jaar, wat is er dan allemaal gebeurd? Nou, sowieso de speelwijze wat we graag willen bij AZ, dat we dat helemaal onder de knie hebben. Ja, en goede resultaten neer te zetten. Waarbij het nu af en toe wat ongelukkig, moet ik heel eerlijk zeggen, is gegaan de afgelopen periode. Ja. Waar we soms misschien wel het puntje hadden verdiend. Maar ja, dat geluk moet je ook afdwingen natuurlijk. En, het is steeds wel heel nipt. Ja, het is zeker. Het zit heel dicht bij elkaar natuurlijk. Ja, top 3 hebben we gespeeld. Ajax, Twente, 2-1 verloren. En wat we net al zagen is Fortuna 1-0 gewonnen. En daar sloten we ook mee af afgelopen half seizoen. Dus ja, het is mooi dat je met een winnende wedstrijd afsluit. Zodat je nu met een frisse blik kan beginnen. Ja, 21ste is de eerste wedstrijd weer. 21 januari, zeg ik dat goed? 20. De data had ik net fout, dus ik check het even bij je. 20, zeg ze. 20, ja, dat gaat 20. Weer niet goed. Ja, dit moeten we voor de volgende keer even beter op. Maar het zou kunnen 21. In ieder geval het weekend van 20, die zondag, 21. Dacht ik. Ja, precies. Ja. Nou, ik geloof dat wij dan tegen PEC spelen, maar eerst tegen Twente. Zondag. Nog goede voornemens eigenlijk? Gezond blijven. Ja. Sportief gebied natuurlijk zo hoog mogelijk eindigen. Ja, 21, 21:15 hoor ik. Krijg je te horen, hoortje. Heb jij goede voornemens? Ja, zit er gewoon. Maakt allemaal niet uit. Hè? Nee, volgens mij zit alles in de eerste opmerking. Gezond blijven. Ik merk om me heen dat wel wat spannender wordt bij sommige mensen die dichtbij je staan. Dus gezond blijven, absoluut op 1. En vooral die frisse zin die we nu weer hebben gecreëerd met elkaar doorzetten om AZ waardig te blijven spelen en te presteren. Dus voor die top 3, wat ik net al aangaf. Lang meedoen om plekken of om de plekken die verdeeld worden in de bekerwedstrijden. En vooral ook die jongens die nu weer aangesloten zijn, doorontwikkelen naar het volgende niveau. Zoals we er afgelopen zomer ook weer een paar hebben afgeleverd voor die mooie competities. Voor jou, Bruno, die vraag komt natuurlijk. Je had er even over na kunnen denken. Nog goede voornemens of doelen voor dit jaar? Ja, ik zag net Kees hier en hij is iemand die weinig praat, zeg maar dat zegt ook wel veel. Dus bij deze de beste wensen voor iedereen. Nou, dan sluiten we daarmee af, Bruno. Dankjewel. Pascal bedankt, Stephanie bedankt en natuurlijk Bruno bedankt. En u thuis natuurlijk bedankt. En wat mij betreft is het een fantastisch moment om te gaan proosten hiernaast in de BME Lounge. Dus gaat u lekker die kant op staan, hapjes klaar, drankjes klaar. Bedankt en een mooi jaar.